Nou, dagelijks vouwen wij wasgoed met een grote groep mensen van Sensor voor het bedrijf Lips Plus. Dit is heel belangrijk werk, omdat het wasgoed gaat naar verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Ja, dit kan niet stoppen. Dit kan ik niet stilleggen. Stel dat ze het gezegd hebben, we moeten stilleggen, dan ligt het heel te huizen geen was. Ja, je hebt toch wel het idee dat je toch wel een beetje een steentje bijdraagt. Jawel. Als je maar afstand houdt, hè. Je merkt links-rechts dat het allemaal rustig is. Vooral op de werkvloer merk je het best wel. Er zijn looproutes aangelegd die we moeten volgen. Ik heb nu ook handschoenen aan. En we hebben toezichthouders hier gekregen die de mensen helpen om die anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Wij zijn participatie coach werk, maar dat ligt nu stil. Iedereen moet zijn steentje bijdragen in deze tijd. En ik denk, als jij van toegevoegde waarde bent op de werkvloer, dan moet je daar gewoon staan. Als je staat met je gele hesje aan, dat mensen eigenlijk al weten, oh ja, ik moet erop letten, afstand houden. Ja, ik vind het toch wel fijn om een duimpersteen te hebben. Daarna zit ik steeds in de ritme, dat ik continu bezig ben geweest. Ik denk dat het thuiszitten, dat gaat op een gegeven moment wel vervelen. Jullie veel sterkte in deze moeilijke tijd. Ik hoop dat na deze kwaliteit jullie weer gauw mag terugkomen op de werkplek. Dat ze vol moeten houden. Hou het recht. Ja, jullie zijn keigoed bezig en ik mis jullie. Dus hou vol en we zien elkaar hopelijk snel weer.